Om de zorg voor vrouwen die besneden zijn te optimaliseren, is interdisciplinaire samenwerking en afstemming noodzakelijk. Welke uitdagingen zijn er voor medische professionals in de zorg voor vrouwen met VGV? Besnijdenis bij vrouwen is een gevoelig thema om bespreekbaar te maken voor veel professionals en zeker ook voor vrouwen zelf. Verspreid door Nederland zijn sleutelpersonen VGV actief. Sleutelpersonen zijn mannen en vrouwen die komen uit landen waar VGV als traditie voorkomt. Wat is de meerwaarde van inzet van sleutelpersonen? Welke aanbevelingen hebben zij voor medici? Hi, welkom. Ja, we moesten net een hele snelle wisseling doen, dus we zijn nog eventjes op de bank aan het landen. Maar welkom bij het laatste onderdeel. Ik moet meer naar rechts. Ik nog meer naar rechts. Ja, oh, ja. Nee, ik ben in de verkeerde hoek gaan zitten. Ja, maar goed, zo komen we er wel. Hallo, dames, welkom. Hey. Ik ga met jullie in gesprek. Marissa, jij bent spreekuurhouder in het Haga ziekenhuis in Den Haag. Ja, klopt. En sleutelpersoon VGV. Twan, jij bent huisarts. We hebben jouw presentatie al even gehoord. En daarnaast is Carolien Vos aangesloten. Jij bent gynaecoloog in het Elisabeth II Steden ziekenhuis in Eindhoven en Tilburg. Tilburg. Ja, in Tilburg, maar het is steeds, ja, in, ja. Tilburg. In Tilburg. Ja. Nou, waar ik even met jullie wil beginnen is over waarom de leidraad in 2019 is gepubliceerd. Twan en Carolien, jullie waren daarbij betrokken. En EFSAN heeft natuurlijk ook meegeschreven, daar kom ik zo op terug. Wat was de reden dat dit geschreven moest worden? Wie heeft daar het initiatief voor genomen? Er was een oud modelprotocol uit 2010 wat we geschreven. Dat was zeer nodig toe aan een update. En een modelprotocol heeft niet de officiële status van een richtlijn. Overigens heeft de leidraad dat ook niet helemaal. Maar de leidraad heeft wel de vorm en het format van een richtlijn, waar er duidelijk aanbevelingen voor de zorg uit naar voren komen. En waarbij natuurlijk alle nieuwe wetenschappelijke gegevens die we hebben daarin verwerkt zijn. En net als de vorige keer is het een multidisciplinaire leidraad, waarbij alle verschillende partners en alle verschillende beroepsverenigingen hebben meegewerkt. Ja, dankjewel. En hoe, Twan, hoe zat dat voor jou vanuit de huisartsen? Ja, ik ben in het denken van hoe ben ik erin verzeild geraakt. Maar ik ben erin verzeild geraakt door ook mijn affiniteit met VAROS natuurlijk. Maar ook omdat wij het Centrum voor Seksueel Geweld hadden in Gelderland Zuid en Midden. Daar hoorde dit onderwerp wel bij. En het is eigenlijk uit een studie die is opgezet rondom heel Nederland. Nog door de GGD, door de GHOR. GHOR heette die later. Rondom de vrouwen met een besnijdenis in de voorgeschiedenis. En ik heb dus in Nijmegen heb ik eigenlijk via de sleutelfiguren alle mensen gekregen, meestal samen met de sleutelfiguren die klachten hadden, met name de Somalische groepen die wij in Nijmegen hebben, uit de hele regio. Dus die zijn eigenlijk bij mij dan op het spreekuur gekomen. Ja. Zo ben ik er. Heb je opeens ervaring met het onderwerp als zeker. Arts. Ja, zeker, ja. En voordat ik, Marissa, kom zo bij jou, hoor, geen zorgen. Ik ben wel benieuwd, in hoeverre is er aandacht voor VGV in de opleidingen? Ja. Medische opleidingen, heb ik het. Ik kan in elk geval niet spreken voor heel Nederland. Ik weet wel dat overal wel ergens iets is over cultuur, hè, of schadelijke praktijken, of iets over seksueel misbruik of geweld. Maar dit onderwerp, in elk geval in Nijmegen, staat al lang voor de bachelor op het programma. Omdat daar eerst een keuzevak was rondom Global Health, heet dat. En nu is dat verplicht geworden. Wat werd toen opgezet vanuit de afdeling gynaecologie. Oh, met iemand met grote affiniteit met deze problematiek in het algemeen, zeg maar. Ja. Ja. En Carolien, heb jij daar zicht op vanuit gynaecologen? Ja, de gynaecologenopleiding hebben niet specifiek een punt waar dit aan de orde komt. Maar hetzelfde geldt voor het onderwijs en de culturele sensitiviteit. De Global Health komt het dan zijdelings aan bod. In de cursussen die wij geven ook. En dan is het toch vaak de praktijk. En daarom is het zo belangrijk om zoiets als dit webinar te hebben. Of om zoiets als de leidraad te hebben. Aan de hand van casuïstiek, ook al is die relatief zeldzaam, is dat toch voor onze opleidingsassistenten weer altijd even de aanleiding om in de materie te duiken en het even boven water te halen door een goede presentatie over te geven. En op die manier komt dat iedere keer terug. Ja, fijn dat je dat zo even aanstipt. Zowel in het belang van het webinar vanavond, maar ook in de leidraad. Ja.
Marissa, ja. jij bent al heel lang betrokken bij dit thema als spreekuurhouder en als sleutelpersoon. Ja. En EFSAM, dat is de Federatie Somalische Associaties Nederland, was ook betrokken bij de totstandkoming van de Leidraad. Even kijken naar deze vraag hoor. Ja, ik wilde even vragen, kun jij even kort vertellen wat een sleutelpersoon is? Ja, een sleutelpersoon is een... Is er iemand die doorverwijst? Is er iemand die voorlichting geeft? Iemand die begeleidt? En iemand die de cultuur kent, de achtergrond en de taal? Dus een sleutelpersoon, het is wel een vrijwilliger, maar een sleutelpersoon doet heel veel, zeg maar, vanuit de doelgroep, zeg maar. En wat ze eerst dan zien is dan, want ze doen ook huiskamergesprekken. Dus wat de doelgroep eerst ziet, is dan de sleutelpersoon. En die bouwt vertrouwen op. En als het nodig is, begeleidt ze dan naar de nazorg. Ja. Dus een sleutelpersoon doet echt heel veel taken. Het is niet alleen op vrijwillig, zeg maar. Het is niet alleen vrijwillig, maar die heeft andere taken die de sleutelfiguur uitvoert, zeg maar. En die werkt ook samen met een discipline. Dus soms wordt het ook ingezet. Dus het is een belangrijke persoon. Ja, zeker. Ja. Nee, de sleutelpersonen hebben een essentiële rol wat mij betreft. Ja. In zowel de zorg als de preventie. Ook vaak als tolk natuurlijk. Ja, als tolk. Ja. Ik heb ze heel veel gezien als tolk. Precies, het spreekuur. Ze kunnen helpen met de taal en ook natuurlijk de culturele vertaalslag. Ja. Maar wie dus dat is... Je hebt net heel mooi uitgelegd wat een sleutelpersoon is. Maar wie zijn de sleutelpersonen? Hoe ben jij ooit sleutelpersoon geworden? Ja, de sleutelpersoon zijn echt personen uit de doelgroep. Uit de risicogroep, zeg maar. En vaak werken ze dan in een organisatie, in een stichting. En daar wordt 1 of 2 of 3 getraind door EFSAM. En dan vanuit de training, zeg maar, wat ze hebben gekregen, horen ze dan tijdens zo'n bijeenkomstgesprek dat ze dan de preventie overdragen naar hun eigen gemeenschap. Ik ben in 2014 getraind door EFSAM. Maar ik heb heel veel trainings gehad, zeg maar. Maar ik heb de training laten doen door EFSAM, omdat mijn collega dan, Somalische collega, dan alleen voor stond. Ik dacht, dan doe ik dat ook daarbij als een sleutelpersoon. En ik vind het gewoon hartstikke leuk om gewoon te doen. En ondertussen ben jij natuurlijk ook spreekuurhouder. Ja. En ik heb met jou trainingen of scholingen mogen verzorgen, dus dat is hartstikke mooi. Misschien nog even goed om aan te stippen... Sleutelpersonen kunnen zowel mannen als vrouwen zijn. Hè? Want we zitten hier met een grote delegatie aan vrouwen. Ja. Dus ook om even te zeggen, van, hè, die kunnen ook, het kunnen ook mannen zijn. Marissa, jij bent dus spreekuurhouder ook. Met wat voor vragen komen vrouwen bij jou op het spreekuur? Vaak komen ze dan met lichamelijke klachten. En vaak is het dan dat ze vaak klachten hebben rond de menstruatie. Dat de menstruatie onregelmatig is. Dat de menstruatie niet goed op gang komt. Vaak pijn voor de menstruatie begint en tijdens de menstruatie. Infectie komen ze ook daar vaak mee. En een stukje ook kinderwens. Je ziet echt de laatste jaren dat vaak echt vrouwen komen met kinderwens. Van, ik ben zo lang getrouwd, ik heb geen kinderen. En kun je ons helpen? Of kunnen jullie ons helpen? Ja, natuurlijk wel. Een stukje het psychische kant zie je het echt heel weinig bij de vrouwen. Zodra een vrouw het stukje psychische klacht benoemt, dan moet je je kans ingrijpen en dan ga je gewoon doorvragen. Ja. Zodat je ook dat stukje het psychische klacht, zodat je ook in actie kan onderzetten, zeg maar. Ja. Want het is wel heel belangrijk als een vrouw een herbeleving heeft van een besnijdenis. Dat stukje moet opgepakt worden, zodat ze ook verder met het leven gaat. Ja. Want als en dat kan natuurlijk ook weer samenhangen met de lichamelijke klachten. En dan moet ze ook gaan verwerken. Zodat het ook later in de toekomst ook wat makkelijker gaat. Ja. Als ze gaat trouwen of getrouwd zijn, zeg maar. Ja. Dus die lichamelijke klachten, die spelen veel op de voorgrond op het spreekuur. Ja. En een beetje een botte vraag misschien. Maar waarom gaan vrouwen daar niet mee naar de huisarts? Ja, het is een stukje schaamte wat dat echt speelt. En een stukje taboe. Het is een cultuur die daar speelt. En vaak als ze naar de huisarts gaan, dan is het meestal een mannelijke huisarts. Mm-hmm. En vaak durven ze niet hun verhalen te vertellen, omdat het een mannelijke huisarts is. En een taalbarrière speelt ook een heel grote rol. Omdat de vrouwen zich niet gehoord voelen of begrepen voelen, zeg maar. Ja,
dat ze, ja, ze willen wel wat benoemen, zeg maar, naar de huisarts. Ja, als je die taal niet beheerst, ja, dan is het wel moeilijk, zeg maar, om zo'n huisarts dan te begrijpen wat een vrouw bedoelt, zeg maar. Ja, er zijn enorm veel uitdagingen, inderdaad. Ja. En Twan en Caroline, welke uitdagingen zien jullie dan voor de professionals die aan de andere kant zitten. Van de tafel zitten? Ja. Nou, het goede bericht is in ieder geval dat we op dit moment al 50% vrouwelijke huisartsen hebben. En in de toekomst wordt het 70%. Oh, kijk, dus dat, dat is het hele goede bericht. Ja. Ik denk dat iets anders speelt, denk ik. Maar dat heb ik wel gehoord. Ook wat in die huisartspraktijk ook andere patiënten niet zo heel fijn vinden. Dat is ook nu nog meer vanwege de drukte. Hè. Huisarts heeft echt heel erg druk. Mm. Is dat men eerst de barrière van de doktersassistenten moet passeren. En ja, ik wil een pleidooi houden om in aangeval te zorgen dat die barrière dat iemand. Ja, dat daar geen barrière is. Hè? Dus omdat dan het gebruik is dat je precies moet zeggen waarvoor je komt. Mm-hmm. En als je, als je dat niet gewend bent of je vindt dat te intrusief, hè, te indringend als dat gevraagd wordt, dan kom je daar eigenlijk niet zo heel erg goed doorheen. Dus dat is een punt. Nou, de taal heb je al gezegd. Feiten is het, zou dat ook geen probleem moeten zijn, want er zijn gewoon tolken. Huisarts kan gewoon tolken inschakelen. Ja. Ik denk dat het verstandig is dat een aanval, maar daar heb ik zelf hele goede ervaringen mee, dat het belangrijk is om echt te wijzen op de sleutelpersonen, zodat die in aangeval ook eventueel mee kunnen tolken. Ja. Bijna nooit is iemand alleen gekomen, moet ik zeggen. Altijd was er iemand bij, of een vriendin, zeg maar. Dus dat zijn eigenlijk dat zijn de barrières die jij noemt, die zijn er ook. Ja. En dan is er een andere grote barrière. Je moet het eerst tegenkomen. Kijk, huisartsen willen gewoon goed voor patiënten zorgen. Mm-hmm. Voor mannen en voor vrouwen. Ook voor vrouwen met VGV. Maar de ervaring is dat er in sommige gebieden, zal ik maar zeggen, streken, komt het te weinig op je spreekuur. Dus je krijgt iets op je spreekuur en je voelt zelf dat je het niet goed kan en dan ga je erin verdiepen. Ben ik van overtuigd dat ieder professional dat heeft. Alleen het is te weinig nu, misschien ook nog in de bewustwording, dat het zoveel invloed kan hebben op allerlei klachten. Ja. En ik zelf vind de huisarts ook nog enorme belangrijke persoon, juist vanwege die continuïteit van zorg, juist omdat hij de hele context kent, dat hij het gezin kent. Dus dat zou eigenlijk heel ideaal kunnen zijn. Ja. Caroline, herken je deze uitdagingen als gynaecoloog? Ja, zeker een uitdaging. Want hoe je het ook bent of keert, zelfs de meest ervaren professional onder ons ziet niet heel veel patiënten op jaarbasis. Als je dan veel jaren meeloopt, dan heb je de mazzel dat je wat ervaring op kan bouwen. We hebben toen heel nadrukkelijk ook gekozen. Als je denkt aan de verloskunde, dan is dat natuurlijk typisch iets wat 24 uur per dag, 7 dagen in de week plaatsvindt. Dus iemand die gaat bevallen heeft gewoon recht op een professional die aan het bed staat met kennis van zaken. En daarom hebben we toen ook gezorgd dat die informatie 24/7 per dag beschikbaar is. Voor andere klachten betekent dat het niet per se 24/7 beschikbaar hoeft te zijn bij iedere professional. Maar blijft het toch moeilijk om veel ervaring op te bouwen. En dan zou je ervoor kunnen kiezen om bij een meer ervaren zorgverlener. En dat maakt niet uit of diegene hoeft niet een specialist te zijn op een bepaald vakgebied. Als we het niet hebben over de reconstructieve operaties natuurlijk. Een huisarts die goed geschoold is, kan die zorg prima leveren. Een verloskundige als het over de zwangerschap gaat. Hè? Maar omdat het zo zeldzaam voorkomt, is het soms lastig voor mensen om die kennis te hebben en op te bouwen. Ja. Nou ja, wat ik dan concludeer uit dit deel van het gesprek, hè, is dat de zorg in Nederland voor besneden vrouwen nog niet optimaal geregeld is. Hè. Maar daar is de Leidraad natuurlijk in 2019 ook voor geschreven om daar een bijdrage aan te leveren. En wij zitten hier vanavond natuurlijk om die meer bekendheid te geven en mensen daar aan te moedigen om dat hopelijk op weg te helpen. Iets anders waar ik het graag met jullie over wil hebben is het belang van multidisciplinaire samenwerking. De Leidraad is ook ontwikkeld met meerdere beroepsverenigingen. EFSAM was er ook bij betrokken en VAROS ook. Een vraag die voor jullie alle drie denk ik heel relevant is. Wat maakt die multidisciplinaire samenwerking nou zo belangrijk bij deze doelgroep? Ik weet niet wie daar als eerste op... Marissa, jij? Ik denk dat de samenwerking echt heel belangrijk is om dan kwaliteit van het leven te verbeteren. Dus ja, als je dan samen met een sleutelpersoon werkt, zeg maar, je pakt dat samen op en zo leef je er ook kwaliteit van een leven, zeg maar. Ja. Ik vind dat
dat belangrijk maakt. En je kan altijd op terugvallen op een discipline, zeg maar. Als je een casus hebt, dat je denkt van, dat weet ik niet, ik wil even een advies. Dus het is eigenlijk alle twee kanten. Dus wij hebben elkaar eigenlijk nodig, zeg maar. Ja, zeker. Ja. Nou ja, en ik weet ook, dat was een paar jaar geleden toen jij een scholing gaf waar ik bij zat. Volgens mij vertelde jij dat jij als spreekuurhouder ook wel eens gewoon meeliep met vrouwen naar de gynaecologieafdeling. Ja, ja. Dat je letterlijk vanuit die spreekkamer zei, nou ja, ik loop met jou mee. Ja. Dit is de gynaecoloog, die gaat jou verder helpen. En dat kleine stapje al die barrière al weghaalt. Ja, dus ik begeleid vrouwen tot ze uitbehandeld zijn. En dat hebben we echt gekozen, zeg maar, vanuit het GGD. Want je kan wel tegen een vrouw zeggen van, ja, ik ga jou doorverwijzen naar een gynaecoloog. Misschien komt die vrouw niet. Ja. Hè? En dan moet je weten van, waarom komt zij niet? Vindt ze het eng? Wat is altijd een reden. Maar als je zegt van, ja, ik ga met u mee en ik ben er mee tot u uitbehandeld is. En dan is mijn werk klaar, zeg maar. Ja. Want zij hebben in het begin hebben ze jou gezien. Hè? Zij hebben en vertrouwen. Ze vertrouwen jou. Ja, ja. Dan bouw je vertrouwen op, zeg maar. Ja, en dan is het wel handiger. Dat denk van, oh, er is iemand met me mee. En ik voel mij veilig, zeg maar. Ja. Dat is eigenlijk de keuze die wij in Den Haag hebben gemaakt. Ja, en een reden denk ik dat jullie al een van de langste bestaande spreekuren zijn. Ja, dat klopt. Ja. Nou, ik wil eigenlijk nog iets anders zeggen. Even los van jouw vraag. Want ik hoor jou inderdaad zeggen, we gaan mee naar de specialist. Hè? Want je keek ook naar Caroline, die is ook een hele deskundige specialist. Ik zou ook nog een pleidooi willen houden om mee te gaan naar de huisarts. Zoals jullie dat als degene dat gedaan hebben in het Nijmeegse. En dan niet alleen maar om voor die verwijsbrief te vragen, maar gewoon ook je open te stellen dat daar iemand zit die biopsychosociaal juist de zaak in kaart kan brengen. En als je dat zelf wil. En natuurlijk is de sociale kaart is heel erg belangrijk. Maar daar zou ik ook nog wel een pleidooi voor willen houden. Dat niet dat de multidisciplinaire samenwerking is voor mij heel erg met de sleutelfiguren. Uh-huh. Dat vind ik echt heel erg belangrijk. Omdat ik blijf altijd een buitenstaander binnen jullie cultuur. Dus ik weet dat niet heel precies. Dus dat is wat behulpzaam moet zijn. Uh-huh. En het multidisciplinaire, zal ik maar zeggen, van mijn beroepsgroep. Hè, van mijn vak, dat biopsychosociale, holistische, zou je kunnen zeggen. Dat is wel iets wat in kaart gebracht kan worden. Want als ik iets gehoord heb van de discussies die we gehad hebben met de sleutelfiguren in Utrecht nog hier. Was het ook vooral dat mensen inderdaad enorm van de een naar de ander verwezen werden. En eigenlijk, jullie ook vaak zeiden, God, en toen ben ik zelf aan de slag gegaan. En toen was het een integraal concept wat heel erg goed naar voren kwam. Helder. Dus wat dat betreft bijna is het een multidisciplinair overleg hier. Van hoe, en daar is natuurlijk... Zeker Caroline. Ik heb natuurlijk wel patiënten die soms van wat verder wegkomen. Ja. En dan is het, dan kan ik wel zeggen, ga naar mijn plaatselijke bekkenfysiotherapeut in Tilburg. Ja. Dat heeft niet zoveel zin als iemand anderhalf uur wegloopt. Ja. Dus je moet gewoon in de telefoon klimmen, kijken wie er in de buurt van de patiënt kan helpen. En zodat de patiënt zo dicht mogelijk bij huis geholpen wordt. En dus maak je iedere keer nieuwe multidisciplinaire teams met die mensen. Ja, dan ga je elke keer weer op zoek. Want ik kan me voorstellen dat dat ook een van de verbeterpunten is. Dus kijk niet alleen in je eigen kring of in je netwerk, maar waar zit ofwel de ervaring die op dat moment nodig is. Ja. Dat kan bijvoorbeeld bij plastische chirurgie zijn, die zitten gewoon niet overal in het land. Ja. Of ga op zoek naar de ervaring of iemand die in ieder geval met de vrouw mee kan kijken die bij haar in de En dan heb je de huisarts weer nodig, want die kent alle mensen daar in de buurt. Dus en ook een pleidooi voor de bekkenfysiotherapeut heb ik echt heel veel aan gehad, omdat heel veel van de problematiek toch inderdaad overactieve bekkenbodem was met alles wat hier omheen was. En eigenlijk minder direct anatomisch met de besnijdenis op zich. Ja, ja. Maar wel met de gevolgen daarvan. Tenminste, mijn ervaring. Er zijn ook best al gespecialiseerde bekkenbodemfysiotherapeuten op dit gebied verspreid door Nederland. Dus als daar behoefte of vragen naar zijn, dan kan dat gewoon via VAROS of wel via een van de mensen hier aan tafel. Marissa, wilde jij nog? Ja, ik wou even op dwang ingaan. Want u zegt, het zou fijn zijn dat wij ook meegaan naar de huisarts. Hè? In het begin als sprekerhouder deed ik wel, om dan wel toch de huisarts in te lichten dat er een spreekuur is in Den Haag. En dan achteraf is er dan ook geen tijd om dat te doen. Maar meestal doe ik dan telefonisch de huisarts inlichten. En sowieso een overdracht krijgt een huisarts.
En als sleutelpersonen zie je ook vaak dat ze ook soms wel meegaan en soms niet. Vaak is het af en toe dat er wel bij sommige vrouwen wel lukt om de verwijzing te halen bij de huisarts. En sommige die vrouwen dat niet lukt, dat er dan eventueel een begeleiding wordt aangeboden. Ja. Dus het is altijd mega, is het altijd een beetje lastiger om dat een beetje een tijdgebrek te aanzien. Ja, dat begrijp ik. Ja, goed. Ja. Maar het zou wel fijn zijn dat er elke sleutelpersoon dan meegaat met zo'n vrouw naar de huisarts om dan die verwijzing te gaan regelen. Kijk, in Den Haag, als sprekerhouder regel ik dan telefonisch die verwijzing. Ja. En dan krijg ik gewoon via de zorgdomein. Is dat zo. Dat is een luxe die jij natuurlijk hebt als sleutelpersoon en als sprekerhouder, maar niet die elke sleutelpersoon. Niet elke sleutelpersoon. Zit natuurlijk in jouw positie. Ja, nou ja, volgens mij is de conclusie duidelijk als het gaat om multidisciplinaire zorg. Ja. Hè, er moet gewoon altijd samengewerkt worden. Ja. Waarbij er verschillende disciplines enorm van belang zijn. Ja, wisselend. Maar je kan bijna niet om die huisarts heen. En niet alleen voor de verwijzing. Nee, niet alleen voor de verwijzing, maar natuurlijk ook voor de brede zorg. En de sleutelpersonen hebben natuurlijk daar ook nog gewoon een essentiële rol in. En daarover gesproken, over de sleutelpersonen. Marissa, wat zie jij als de grootste meerwaarde van de inzet van sleutelpersonen? Wat ik meer inwaarde zie, kijk, doelgroep komt in zo'n land en die begint met een nieuw leven en die kent de normen en de waarden niet van een land en de talen ook niet. En om zo'n medische hulp te vragen aan de discipline is het ook lastiger. Ja. Kijk, zo'n sleutelpersoon, als je dat inzet, maak je het brug ook makkelijker tussen de doelgroep en tussen die discipline, zeg maar. En een sleutelpersoon die kent de cultuur, hè? Die kent de achtergrond, die kent de taal, zeg maar. En zo'n sleutelpersoon die kan jou dan makkelijker helpen om een gesprek uit te voeren met je patiënten of met je cliënt. Dat is eigenlijk de meerwaarde die je dan nodig hebt om een sleutelpersoon in te zetten. Ja, een sleutelpersoon is echt een brug tussen de patiënten en de professional. Dus en dat gaat ook twee kanten op. Hè? Ja. Dus het is niet alleen maar voor de patiënt om te helpen, maar het is ook inderdaad echt ter ondersteuning van de professional. Ik ben blij dat je dat ook nog even aanstipt. Mm-hmm. En het is misschien ook wel nog even goed om te noemen, van jij zegt ook, hè, van mensen zijn dan in een nieuw land of zijn hier dan al wat langer, zijn dan ook nog een beetje op zoek soms naar het medische systeem. Mm-hmm. Maar dat komt natuurlijk ook omdat vrouwen voor deze klachten vaak in het thuisland nooit naar een arts toe zouden gaan. Of nooit, omdat dat daar niet gewoon is. Dus het is niet alleen maar zoeken naar de zorg en hoe doe je dat en hoe betaal je het. Maar het is ook een hele gedachtenwisseling van, hey, ik heb hier last van en ik kan daar medische hulp voor krijgen. Ja, en als je dat niet realiseert, dan snap je misschien beter waarom mensen dit niet zomaar bespreekbaar maken met een huisarts of met een zorgverlener. Klopt. Ja. Ja. En ook inderdaad nog dat heel veel vrouwen, overigens ook niet besneden vrouwen, de klacht niet relateren aan iets wat er gebeurd is in het verleden. Ja. Dus men heeft een voorbeeld van geven? Van, ik natuurlijk heel veel voorbeelden van incest of van seksueel misbruik. Oh ja, ja. Dus het is heel vreemd, zal ik maar zeggen, om te bedenken dat je pijn in je schouders misschien daar, die allemaal niet overgaat, en vaak ook hardnekkig, dat die te maken zou kunnen hebben met iets wat in het verleden gebeurd is. En dan moet je dat ook heel erg goed uitleggen dat inderdaad daar mee te maken heeft. Je moet ook uitleggen waarom bijvoorbeeld een, want ik zeg nou zo heel makkelijk van bekkenfysiotherapie, dat is heel erg belangrijk. Maar je moet ook echt heel erg goed uitleggen waarom zo'n bekkenfysiotherapeut nou zinvol zou kunnen zijn met het feit dat je allemaal naar het toilet moet. Snap je? Dus het vergt eigenlijk op ieder moment een soort verplaatsing in te kijken van wat is nou de culturele achtergrond en wat is anders van mijn eigen achtergrond om dat te kunnen uitleggen, zeg maar. Ja. En het linken aan, het link leggen dat het met VGV te maken is. Ja. Zeg maar. Ja. Kijk, zo'n schouderpijn kan iets mee te maken. Dat is een stukje psychisch, zeg maar. Dus als je psychische klachten hebt, ervaar je ook lichamelijke klachten, zeg maar. Ja, dat stukje preventie is ook heel belangrijk, hoor. Naar de doelgroep toe. Zodat ze beseffen van, hey, ik heb een klachten. En dat hoort bij mijn besnijdenis. Ja, zeker. Ja. Nou, ik wil nog wel even
benadrukken dat het juist vaak niet zit in de moeilijke technische oplossingen. Nee. Dat juist door goede uitleg, in mijn ogen ook hele dankbare zorg is om te leveren. Ja. Omdat je vaak met relatief kleine interventies heel veel voor mensen kunt betekenen. Ja, ja. Dat is mooi om te zeggen, want inderdaad, we zien dat veel professionals dit lastig vinden. Mm-hmm. Maar je kan dus eigenlijk vaak met hele simpele hulp of een hele makkelijke verwijzing een heel groot verschil maken in het leven voor de vrouw. Ja. En eigenlijk is dat volgens mij wat iedere zorgverlener wil. Is het beste voor zijn of haar patiënt. Ja. We gaan richting de afsluiting helaas. Hoewel ik er liever echt nog een uur met jullie om de tafel zou zitten. Ik ben wel benieuwd. Hebben jullie nog een call to action voor de mensen die thuis zitten? Ofwel vanuit je eigen beroepsgroep of iemand die je wat wil meegeven? Als de mensen die nu zitten te kijken, als je wil dat ze morgen wat anders gaan doen. Of wat kunnen ze niet vergeten van wat ze vandaag hebben gehoord? Dan ga ik even, ik wilde zeggen het rijtje af, maar misschien moet iemand nog even nadenken. Nou, ik zou zeggen, vraag ernaar op de manier zoals uitgelegd is. Kijk nog even het presentatietje van Twanda. Staat heel duidelijk uitgelegd. Ja, niet alles hoeft in één consult. Ja. Ja. Dus neem de tijd, neem de ruimte. Dat heb je zelf nodig als professional, maar het heeft zeker ook degene, de patiënt nodig. Ja. Dat zijn zo wat. En verder moet er, het is inderdaad een actieplan. Er moet nog een heleboel gebeuren aan de onderwijs. Er is ook nog werk aan. Verdiep je in de informatie. Ja. Ja. Ga naar de VAROS website. Daar staat de leidraad. Daar staat nog veel meer informatie. 24/7 per dag beschikbaar. Neem even dat loze uurtje om je erin te verdiepen. Ja. Als je morgen in de trein zit naar je werk, kijk dan even rond. Ja. Ja. Marissa. Verdiep ook in het cultuur en de achtergrond van de doelgroep. Ja. Hè? Is heel belangrijk. En bouw vertrouwen tussen jouw patiënt en jij. Ja. En maak het gebruik van de materialen die Ersen heeft gemaakt, die Varens heeft gemaakt. Die zou je echt hard helpen, zeg maar, om toch je intakegesprek met die doelgroep te gaan uitvoeren. Ja. Ik zou dat mee willen geven. Ja. En het kan natuurlijk ook zo zijn dat een professional ook alvast gewoon een keer kennis kan maken met een sleutelpersoon. Ja. Je hoeft natuurlijk niet te wachten tot die patiënt een keer komt. Als je nou ook geïnteresseerd bent en de VAROS website niet interessant genoeg vindt. Ja. Bel dan even naar EFSAN of naar ons en vraag of er een keer kennis gemaakt kan worden met een sleutelpersoon. Of nu begint het promotiepraatje. Kom naar een van onze scholingen, want daar zijn sleutelpersonen ook altijd. Dames, ik wil jullie alle drie bedanken.